Ik doe afstand van de troon. Ik teken vandaag nog het decreet waarbij ik mijn dochter Regina Amalia Victoria tot regerend vorstin wil doen. En ik trek mij terug in een rattenvrij klooster in de bergen. Ik verdraag het niet lang. Ik abdikeer. Het is echt een totaal andere manier van werken, omdat bij Hoop van Zegen heb je een stuk wat duidelijk in het collectieve bewustzijn van de Nederlander ligt. Bij Ghetto speelde eigenlijk een ander, maar ook wel een collectief bewustzijn. Terwijl dit appelleert veel meer aan de komedie, aan het sprookje, aan onze nachtmerries, aan onze ja, misschien wel meer onderbewuste gedachten die we hebben. Kan ik het helpen? Kwakzalver, pillendraaier, kiezen trekken. Veearts. Wil jij het glas? Oh nee, het is voor mij voldoende verheugenis te zien dat zijn majesteit er al wat opgewekt begint te zien. Mijn grootvader, Carolus de Vijfde, die nam zelf de bijl uit de handen van de aarzelende neurastenische beul, stak zelf het hoofd van een kopje kleiner gemaakte schobbenjak op een piek, maar hij kreeg een beroerte door een rat in zijn slaapkamer. Wat doe je? Roken? Op een vreemde manier. Majesteit, dit is... de gebruikelijke manier van roken bij Oosterse volken. Zonder vuur? Ja, ik rook met mij zonder. Ah. Nou, hoe ruikt die agorijtjes? Nou, zeg, wat een uitvinding, zeg. Dat is om doodziek van te worden. En doordat we door de ogen van een kat kijken, zien we eigenlijk op het moment dat we aan het hof, want we komen aan een hof terecht, van een denkbeeldige koning en een denkbeeldig hof, zien we eigenlijk doordat we door de ogen van een dier daarnaar kijken, wat voor een extremiteit en wat voor een uitvergroting daar aan het hof geldt. Dus wat de ja-knikkers. En we zien de wispelturigheid, de grilligheid en ook de kwaadaardigheid van de koning. Die zien we eigenlijk veel extremer, omdat we via de ogen van die kat kijken. En hij? Majesteit, ik ambieer niets. Oh, papalapap, voor jou verzin ik een dozijn baantjesbroertje. Kijk, als ik de P tegen iemand heb, dan verzin ik een gallig en een stropvorm. Als iemand mij een loer draait, dan kan ik levenslang krijgen. Of haasje over, of een stoppertje spelen zonder kop op zijn noemenswaardige rol. Maar als iemand mij een dienst bewijst, als iemand mij redt uit een situatie waaruit ik mijzelf niet weet te redden, dan marcheer ik voor mijn redders door water en vuur. Heb je dat begrepen, Angorens? Is goed.